Je bent slachtoffer van de toeslagaffaire. Lever al je geld. We gaan Monopoly spelen. Yay! Met de regels van 2021. Meiden, willen jullie eventjes 300 euro inleveren? Meiden krijgen nou eenmaal minder salaris dan jongens. Dat was echt een leerling. Sam, jij begint alvast met twee straten. Die zitten in jouw familie. En vier huizen krijg je ook. Wil je die kopen? Deze straat is niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel. Dat is echt oneerlijk. Nou dan niet. Je hebt een mondkapjesdeal gesloten met de overheid. Je ontvangt 9 miljoen. Wat? 9 miljoen. 9 miljoen. Ja. Je bent slachtoffer van de toeslagaffaire. Lever al je geld. Is het goed als ik twee hou? Nou, hier is je geld. Koningskaart. Je bent koning. Je hoeft geen belasting te betalen. Je krijgt een toeslag van 2 miljoen. En je mag overal gratis logeren. Die koop ik. Spijdenhaag. Ik zie in het systeem dat dat niet kan. Waarom niet? Waarschijnlijk heeft dat met die toeslagenaffaire te maken. Je bent genezen van corona. Iedereen die bij je in de buurt is geweest, moet 3 beurten in quarantaine. In deze ronde kan ik helemaal geen dingen kopen dus eigenlijk. Nee, 200 euro dat is je salaris, dat mag je houden en de rest moet je inleveren. Nee. Zeker. Maar dan ben ik weer al mijn geld kwijt. Ja, maar dat is als je in de toeslagenaffaire zit. En wanneer ben ik eruit? En daar wordt naar gekeken zo snel mogelijk. Mijn hoofd wordt moe van dit. Monopoly vind ik heel leuk, maar dan met de oude regels en niet hoe het nu in het echte leven gaat. Het is op zich wel leuk om het zo te spelen, het is alleen nogal oneerlijk. Het is een spel, dat weet ik ook. Maar in het echte leven is het geen spel. Ik vond het leuk. Maar ook oneerlijk, maar als je koning bent is het heel leuk. Als het echt zo is, dan vind ik dat het anders moet. Ja, het moet echt anders in de wereld. Ja.